corona mogelijkerwijs een persconferentie wordt gehouden? Ja, nee, u zegt terecht dat dit ongebruikelijk is. Ik vind het raar, maar ik denk dat het niet anders kon, omdat die doorrekening er niet was. En nogmaals, het CPB heeft snel gewerkt, maar men had dat eerder kunnen moeten vragen toen men zijn eigen plannen als coalitie voor het akkoord had afgesproken. En ik denk dat men dacht, beter later, want dan ziet men pas wat de problemen zullen zijn. Nou, die liggen nu toch goed geformuleerd voor onze neuzen. Ja. En ik ben benieuwd wat het parlement daarmee gaat doen. Nou ja, uw eigen partij heeft er ook mee ingestemd, het CDA. Sterker nog, de onderhandelaar namens uw partij, de partijleider, die was op dat moment nog demissionair minister van Financiën. Nee, dat is feitelijk waar. Maar mijn opmerkingen hebben niks met een bepaalde partij te maken. Het is gewoon op grond van mijn eigen mening. En trouwens ook als voormalig minister van Financiën. De heer Hoekstra was niet speciaal het minister van Financiën daarbij. Want dat is bij een normale begroting natuurlijk wel. Is het minister van Financiën het indient. Dit is de hele coalitie. Nee, maar u hebt gelijk. Dit is de verantwoordelijkheid van deze coalitie. En ik heb een eigen mening. Ja, en die mening is dus dat dit, als dit zo blijft, geen verantwoord financieel beleid is. Nee, de inhoud kan op bepaalde punten goed zijn, maar de financiële vertaling vind ik niet voldoende verantwoord. Dan even naar die rente waar u het over had. Want inderdaad wordt natuurlijk vaak gezegd, we lenen op dit moment gratis op de kapitaalmarkt. Nederland staat er goed voor. Dat verandert natuurlijk in de ranglijstjes op het moment dat de staatsschuld oploopt. We hebben allemaal te maken nu met inflatie. Kijk naar de energieprijzen bijvoorbeeld. Er zijn verschillende landen die de rente al omhoog doen. De centrale banken van die landen, ook binnen de Europese Unie. Maar de Europese Centrale Bank doet dat nog niet. Met andere woorden, de rente blijft zoals die is. U hebt gelijk, op een bepaald dag wel. Maar nee, in de zin van die rente is ook in Europa aan het stijgen van min naar nu al een kleine plus voor staatsschulden. En dat is ook onvermijdelijk, denk ik, als je een toenemende inflatie ziet. Dus het verbaast me helemaal niet. En ik zeg niet dat die rente binnenkort torenhoog wordt. Dat zou ook niet wenselijk zijn. Maar de veronderstelling dat je jarenlang voor rente nul kunt lenen, die veronderstelling heb ik nooit gehad. Maar die is denk ik voorbij. En daar heeft het Centraal Planbureau geen rekening mee kunnen houden. Want die moest uitgaan van bepaalde veronderstellingen. Ja. En dus dat is nog een extra probleem boven het algemene probleem waar we het net over hadden. En dan komen we op de Europese begrotingsregels. Want wij mogen maximaal 3% financieringstekort hebben volgens de Europese regels, waar Nederland bij uitstek samen met de Duitsers altijd streng op toezicht ziet. En de staatsschuld mag maximaal 60% zijn. Daar gaan wij dus allemaal bovenuit stijgen. Dat is het gevolg van wat we net besproken hebben, van dat coalitieakkoord. Mijn hoofdpunt bij mijn bezwaren is overigens niet gebaseerd op de Europese regels. Ik ben het daarmee eens met de Europese regels. Ik zeg het gewoon inhoudelijk, ook voor Nederland zelf, ook al zou er geen Europa zijn, dat dit ongewenst is. Maar als u nu inderdaad wat u terecht zegt, daaraan toevoegt Europese afspraken, waar Nederland altijd inderdaad sterk aan gehecht heeft. Dat vind ik helemaal juist. Ja, dat wordt minder geloofwaardig. Als minister van Financiën, als je dus nu een Europa-discussie krijgt, is dat minder geloofwaardig als je ergens een mening over hebt dan een tijdje geleden. Omdat men zegt, kijk eens naar jezelf. Ja, dus Nederland verliest een deel van zijn geloofwaardigheid als ons land zich sterk en streng opstelt ten opzichte van bijvoorbeeld de zuidelijke Europese landen. Ja, dat wordt moeilijker. Dat was geloofwaardig nog een jaar geleden. En nu wordt dat moeilijker. Dus dan kun je altijd nog zeggen, Nederlandse situatie is minder ernstig dan in landen als Italië of vul maar in. Dat is gelukkig waar. Hè. Onze uitgangspositie is sterker. Maar dat wordt natuurlijk minder overtuigend als je jarenlang een ander beleid gaat voeren. Ja. Aan de andere kant,